Welkom bij het gesprek. Aan onze tafel zit Goedele van der Spiegel, administrateur-generaal van Natuur en Bos. Met andere woorden, de beschermvrouw van onze natuur, van de kleinste boswachter tot op het allerhoogste niveau met minister Zohal Demir, die ze overigens een goed minister vindt. En een stikstofdecreet is absoluut noodzakelijk. Welkom, Goedele van der Spiegel, de grote bazin, mag ik misschien zeggen, van Natuur en Bos. En nog maar pas, want het is pas sinds juli vorig jaar, hè? Kersvers. Ja, klopt. Dat is nog, nog een dik half jaar. Hè? Ja. Ja. En bent u al serieus ingereden? Want ik neem aan dat dat niet evident is. Ik kan zeggen dat je daar vanaf moment 1 ingegooid wordt en dus dat het heel snel gaat. En, dus wat dat betreft, ik zal niet alle finesses al mee hebben, maar ik denk dat ik toch wel op grote lijnen wel mee ben met de organisatie en de noden die dat er zijn. Ja. Het zwembad in en zwemmen. Voilà, en zorgen dat we niet kopje ondergaan. Dat is ook de beste manier. Ja. Als ik dat mag, even naar u persoonlijk. Want u komt natuurlijk uit Edegem. U bent daar een aantal jaren schepen geweest voor Groen. Dus u hebt natuurlijk wel een politiek kleurtje. Ja, dat klopt. Ik heb ook gezegd op het moment dat ik leidend ambtenaar geworden ben, dat het voor mij achter mij gelaten is. Hè. Ik zal geen politieke statements meer maken. Zeker niet op het Vlaamse niveau. Ik denk dat een van de belangrijkste dingen is. Je moet u bijzonder op de hoede zijn natuurlijk. Dat klopt. Dat klopt. Maar ik denk dat dat ook logisch is. Als je voor de ambtenaren werkt, of zeker voor het niveau waar je voor werkt, dat je daar dan ook op een bepaalde objectieve manier kunt instaan. Natuurlijk. Maar u bent nog wel politiek actief. Is dat dan geen probleem? Ja, ik zit natuurlijk nog in die gemeenteraad, maar ik probeer mij daar ook vooral bezig te houden met zaken die dat op het lokale niveau zitten. En dus die interferentie met dat Vlaams niveau waar ik op zit, is geen probleem volgens u. Nu, goed, mocht het een probleem zijn, dan hadden ze u waarschijnlijk ook niet in die functie gezet. Nu, Natuur en Bos, dat klinkt heel mooi. Ik denk dat weinig Vlamingen precies weten wat er allemaal gebeurt. Ja. Ik heb dat ook wat opgezocht natuurlijk. Om te beginnen, een goede 700 medewerkers, dat is een kleine fabriek, hè? Dat zijn inderdaad heel veel mensen. Dat is een grote fabriek. Dat is een grote fabriek, want als je dan de niet-ambtenaren daar ook bijtelt, alle IT'ers enzovoort, dan zitten we zelfs aan 800 mensen. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk, dat is geen kleine organisatie. En een heel brede organisatie ook. Hè. Wij doen beheer en onderhoud op het terrein. Ja, dat wil zeggen dat we met boswachters buiten lopen, dat we met groenarbeiders bezig zijn. Ja, die honderden mensen zitten hier niet allemaal vast in Brussel. Nee, absoluut. Hè. Dus ik denk dat zelfs het overgrote deel buiten loopt. Hè. Dus dat is niet onbelangrijk, denk ik. En daarnaast hebben we natuurlijk ook het hele andere spectrum, de beleidsmensen, juristen enzovoort. Dus we hebben eigenlijk het hele spectrum dat bij ons werkt. Hey, want wat denk ik in de loop van vorig jaar ook aan bod is gekomen en ook in de media, dat is het beheer van die parken. Hè. We hebben nu, aan de ene, het is een beetje ingewikkeld hè, voor een doorsnee Vlaming, denk ik. Aan de ene kant hebben we dan nationale parken en landschapsparken en in totaal een stuk of 9, ja, is het dat ongeveer? Ja, het zijn de vier nationale parken en dan inderdaad de 5 landschapsparken. Ja, dan denk ik altijd aan het buitenland. Die nationale parken zijn natuurlijk gigantisch. Denk maar aan Frankrijk of in Groot-Brittannië, maar hier... Er zijn kleine spelers. Hè? Dat is zo, maar niet alle parken zijn zo gigantisch, ook niet in het buitenland. Hè. Ik denk dat we ook ergens moeten starten. Als we hier vandaag niet de eerste stap zetten om grotere stukken natuur te maken, dan gaan we dat nooit kunnen doen. Hè. Dus vandaar dat die nationale parken wel niet onbelangrijk zijn. Die nationale parken, daar gaat het echt over de topnatuur, hè, waar we in de landschapsparken even goed over de landschappen kunnen praten en over andere soorten aspecten die ook bij natuur en landschap horen. Hè. Dus dat heeft natuurlijk vandaar de twee verschillende namen. Wat dat natuurlijk wel belangrijk is, dat we met één brand naar buiten gaan. Hè. Dus dat nationaal park, dat zal wel breed verspreid. Ja, want het lijkt allemaal zo een tikkeltje ingewikkeld. En wat moet u dan doen? Ja, behouden zeker, beschermen en liefst uitbreiden. Ook nog zo'n moeilijk ding. Ja, dat is natuurlijk onze toptaak. Hè. Dat is ervoor zorgen dat de topnatuur in Vlaanderen dat die top blijft en nog beter wordt. Maar dat gaan we natuurlijk alleen maar kunnen doen als er meer natuur gaat kunnen bijkomen. Hè. Dus het is inderdaad beheer, onderhoud zijn onze belangrijkste taken. Maar er zit heel wat rond. Hè. Wij kopen ook heel wat nieuwe gronden aan om natuur te kunnen bijmaken. Komt die natuur erbij? Want velen hebben de indruk van, dat is het rieteltje hier vaak in het Vlaamse parlement. Elke dag verdwijnen er een paar voetbalvelden. Hè.
Ja, klopt. Maar wij kopen ook gigantisch veel aan. Ik denk dat zeker in de laatste legislatuur is er heel veel budget bijgekomen om aan te kopen. Niet alleen wij, maar ook de terreinbeherende verenigingen, zoals Natuurpunt enzovoort, is ruimte gecreëerd om te kunnen bijkopen. Wat er natuurlijk van belang is als je vandaag iets koopt voor bosuitbreiding, staat er morgen nog geen bos op. Dus dan moet dat aangeplant worden, dan moet het de juiste seizoen zijn. En dan moet natuurlijk ook, als er nog een landbouwer op zit, ja, dan is dat een uitdoofscenario ook dikwijls voor die landbouwer, hè, als die verkocht heeft. Dus ja, daar zijn een aantal aspecten die tussen de natuur spelen, en de landbouw, het eeuwige probleem hier in Vlaanderen blijkbaar? Ja, er is te weinig ruimte voor al wat wij willen doen. Dus ik denk dat een van mijn belangrijkste pleidooien is dat we naar multifunctionaliteit zullen moeten gaan. Dat is een moeilijk woord. Ja, wat ik daarmee bedoel is dat we gaan niet alleen landbouw of natuur of recreatie of mobiliteit. Ik denk dat we gaan een combinatie moeten doen van functies op ons ruimtelijk gebied. En ik denk dat we dan pas vooruit gaan kunnen geraken. Hè. Wij hebben als natuur vooral die verbindingszones, die corridors nodig, maar dat hoeven niet allemaal natuurreservaten te zijn. Hè. Dat kan perfect naast een fietspad of dat kan perfect op een andere manier, ook met de houtkanten in de landbouw bijvoorbeeld. Ja. Dus er zijn heel veel mogelijkheden om natuur te laten vooruitgaan zonder alleen te investeren in natuurreservaten. Ja. Bent u dan niet vaak de boeman in de ogen van velen van, ja, het moet allemaal beschermd worden, het wordt afgebakend en er mag niks meer gebeuren en... Ja, dat is natuurlijk hoe je daarnaar kijkt. Enfin, ik hoop dat u zichzelf niet als boeman beschouwt. Nee, dat sowieso niet. Maar boervrouw. Ja. Nee, ça va. En ik denk onze organisatie ook niet. Hè. We hebben natuurlijk een aantal wetgevende richtlijnen waar we ons moeten aan houden. En dat is ook onze taak natuurlijk om ervoor te zorgen dat kan beschermd worden. Hè. Als wij het niet doen, wie gaat het dan wel doen? Hè. Dus ja, dat is natuurlijk logisch dat onze adviseurs dat die op basis van die richtlijnen werken. En dat onze inspecteurs buiten lopen om te zien dat er nageleefd wordt. En onze boswachters als af en toe een keer zeggen van dat het hoeft zo te zijn of het zou zo zijn. Ah, ja. Maar ik denk dat wij vooral facilitator zijn. Dat is toch iets wat ik zeker wil zeggen. Wij zijn niet de boemer, wij zijn de facilitator. En wij zorgen ervoor dat er kansen zijn en dat de opportuniteiten die er zijn, dat we die ook kunnen waarmaken. Ja, want ik denk, dan hebt u wel, vermoed ik, heel veel nood om op het terrein ook te komen. Want ik neem aan dat over natuurgebieden, ja, moet je met lokale besturen gaan praten om dat allemaal te kunnen regelen. Dus er is veel overleg nodig. Ja, ik denk dat is ook een van de belangrijkste werkpunten die ik ook gezien heb de afgelopen 6 maanden. Dat is dat wij nog veel meer moeten buiten komen en dat we nog veel meer in overleg moeten gaan met lokale besturen, met bedrijven, met heel wat organisaties die vandaag al bezig zijn of die stappen willen zetten, maar die niet altijd weten hoe dat ze het moeten doen. Hè. En als je natuurlijk een heel plan uitmaakt en je komt op het einde van de rit vragen van kan dat, en dat kan wettelijk niet, ja, dan zijn wij een stop. Hè. Ja. Als wij van in het begin mee kunnen betrokken worden, ja, dan kunnen wij zoeken naar die dialoog, waar zit de marge, en dan kunnen we samen die win-wins gaan zoeken. Oplossingen zoeken. Ja. Oplossingen, met andere woorden, de laarzen aan en regelmatig de boer op, bij manier van spreken. Dat is in elk geval wat ik probeer te doen en wat ik ook onze mensen nog veel meer probeer te zeggen. Ja. Want met andere woorden, die grote baas zit niet opgesloten in een ivoren toren in Brussel achter de laptop. Hè. Laat ons hopen dat zo mag blijven. Ja. Nu, een van de dingen die daar zeker in spelen, dat zijn wat we hier vaak horen, dat is de vogelrichtlijn, de habitatrichtlijn. Hè. Europa die heel duidelijke normen oplegt om die natuur te beschermen. En te behouden en liefst uit te breiden. Mm-hmm. En dat is dan het grote struikelblok. Goh ja, je kunt dat zien als een struikelblok of niet natuurlijk. Hè. Wij kijken daar niet naar als een struikelblok. En voor ons is het natuurlijk het verhaal om vooruit te geraken. Hè. Als je ziet dat we vandaag, voor wat betreft habitat en de leefgebieden, dat er maar 3 van de 44 in gunstige staat zijn, ja, dan weten we dat er werk aan de winkel is. Ja. Hè. Dus dan moeten we daar een aantal stappen zetten. Ja, dus het gaat niet echt goed met onze natuur in Vlaanderen, hoor maar ik denk dat op de plaatsen waar we vooruit gaan zien, of waar we een positieve trend zien, maar daarom nog niet in gunstige staat is, hè. Daar heeft het toch vooral te maken met doorgedreven beheer. Hè? En dus het onderhoud daar toch op... focussen op bepaalde soorten en op bepaalde types die dat we toch meer naar voren laten komen. En dan zie je wel dat er voortgang mogelijk is. Dus ja, er is ruimte. Hè. Wat betreft de soorten trouwens, is het iets beter dan voor de habitat. Hè. Dus daar zitten we voor een kwart dat het gunstig is. Ja, de habitat, dat zijn de gebieden eigenlijk, de gronden. Hè, en de soorten die daarin zitten. Ja. Hè. Ik geef het voorbeeld van de bever, die nu toch opnieuw zijn intrede gevonden heeft in Vlaanderen. En daar zijn we allemaal heel blij om. Ja, maar ja, en die ruimte gecreëerd heeft. In tegenstelling tot andere dieren, maar daar gaan we het misschien straks over de boze wolf hebben. Dat goed. Klopt, ja. Nu, die vogelrichtlijnen, dat is 1979, habitat is 92. Is dat nog up-to-date, zou je dan kunnen zeggen?
We leven nu in een totaal andere omgeving natuurlijk. Ook het landschap in Vlaanderen is in al die decennia grondig veranderd. Ja, natuurlijk, die richtlijnen die zijn omgezet in Natura 2000-beleid. Mm-hmm. En dat beleid wordt natuurlijk op regelmatige basis geëvalueerd en bijgestuurd. Dus het is niet op basis van de richtlijnen van toen dat wij nu nog altijd heel strak een aantal dingen doen. Nee, dat wordt regelmatig bijgestuurd. Het beleid wordt bijgestuurd. We gaan nieuwe soortenprogramma's maken. We gaan nieuwe beheersmaatregelen nemen enzovoort. En we evolueren dus wel wat dat betreft. Dus ik denk dat we daar wel mogen zeggen dat we bijblijven. Tuurlijk, de soorten en de habitats die altijd al in de verdrukking geweest zijn, ja, daar zijn we nog niet door. Hè. Ja. Dus daar moeten we nog altijd op blijven inzetten. Ja, daar wordt het niet beter op natuurlijk. Dus, want een van de dingen is natuurlijk, ja, we kennen Vlaanderen, lintbebouwingen enzovoorts. De natuur is heel schaars en is heel versnipperd. Versnipperd, ja. Dat is een van de grootste problemen waar dat we mee zitten. Hè. Dat is dat we eigenlijk onze natuur opgesloten hebben in de natuurreservaten. En dat we eigenlijk te weinig ruimte gecreëerd hebben om verbindingen te creëren. En dus dat is zeker een aandachtspunt. Corridors in landelijk gebied, maar even goed in stedelijk gebied. Daar moeten dus we doorgang van veel landbouw meer... naar natuur, van stad naar natuur enzovoorts. Daar moeten we veel meer aandacht voor hebben. Hè. Ja. Dus de groen-blauwe dooradering wordt al wel eens gezegd. Hè. Dus dat we eigenlijk via groene wegen, via blauwe wegen, de grachten, de beken, dat we daar terug veel meer ruimte creëren om soorten te laten migreren van het een naar het ander. En dan horen we bijvoorbeeld zeggen, nu komen we richting beleid vanuit de Vlaamse regering. Minister Rutte die zegt, het wordt tijd dat we eens een aantal uitzonderingen gaan vragen aan Europa, want dat is natuurlijk Europees gemaakt voor zeer grote landen met zeer grote gebieden, maar Vlaanderen, en we horen dat ook in Nederland al, te dicht bevolkt, te versnipperd, dat moet aangepast worden. Of letterlijk, we gaan verstikken. Ja, als ik het er straks had over die multifunctionaliteit, dan is dat wat mij betreft een stukje het antwoord daarop. Dus ik denk niet dat we onze natuurdoelen moeten loslaten. Want natuur is veel meer dan biodiversiteit. Natuur heeft ook heel veel natuurgebaseerde oplossingen die belangrijk zijn voor een aantal klimaatproblemen onder andere op te lossen. Maar natuur is ook belangrijk voor onze maatschappij. Het vervult heel wat maatschappelijk noden. Ja. Als we vandaag, we hebben het gezien tijdens COVID, gaan wandelen, fietsen mentaal enzovoort. Mentaal welzijn, gaan wandelen, gaan fietsen, buiten komen. We hebben onze natuurdomeinen nodig. Dus als we dat op dat moment niet gehad hadden, ja, dan hadden we een helemaal andere situatie gehad. Dus wat mij betreft moeten we dat niet loslaten. We moeten alleen kijken hoe dat we met die verbindingsgebieden omgaan en hoe dat we daar beter kunnen nadenken. En laten we dan midden in de actualiteit duiken. De industrie, INEOS en heel recent natuurlijk het vernietigende advies van de Raad van State. Wat denkt de grote bazin van natuur en bos dan? Ik denk er heel veel van. Ik weet dat je veel uitspraken moet over ja, nu over moet doen, u politiek over eieren beginnen lopen. Ja, het is niet aan mij om politieke statements te maken. Dat heb ik in het begin ook gezegd. Dat ga ik ook niet doen. Ja. Maar het is natuurlijk voor ons wel een heel belangrijk kader. Hè. Als wij vandaag het stikstofakkoord niet rondkrijgen, dan hebben wij eigenlijk geen wettelijk kader waarbinnen dat wij onze adviezen op een goede manier kunnen gaan opmaken. Dat is wel een belangrijke uitspraak, vind ik. Er moet iets komen. En dat zal ook gestemd worden. Hè? Dus dat is dan een goede zaak uiteindelijk. Of dat dit akkoord of een andere decreet, dat is aan de politiek om dat te beslissen. Ja. Maar als we geen richtlijnen of geen kader hebben, dan lopen wij vast. Hè? Vandaag hebben we INEOS inderdaad gezien. Ze hebben een studiebureau kunnen aanstellen, 800 bladzijden, die daar moeten die aantonen wat dat de passende beoordeling is. Ja, zoals ik wou dat dan zeggen, heet, die kunnen dan wel, die hebben de middelen om daar een bureau op te zetten, om daar experts 800 bladzijden te laten schrijven. Wie in godsnaam kan dat doen? Hè? Het is niet... Het is geen oplossing voor de toekomst om elke landbouwer zo'n oefening te laten doen. Dus we hebben absoluut dat kader nodig. Dat is juist. Maar nochtans staat in dit decreet wel dat voor sommige drempels, voor sommige uitzonderingen, dat je dan maar een heel klein rapportje moet schrijven om dan toch wel die vergunning te mogen aanvragen. Wel, dus vandaar dat ik zeg, dus het kader geeft ons ruimte om een aantal dingen te kunnen beoordelen, zonder dat daar die grote passende beoordeling nodig is. Dus niet elke landbouwer gaat 800 bladzijden moeten schrijven. Als we hier doorgeraken, dat is wel een van de belangrijke dingen, denk ik. Want in heel dat proces is er ook advies gevraagd aan Natura en Bos. En dat was aanvankelijk ook niet positief, natuurlijk. Je hebt het over INEOS dan... Ja, wij hadden het inderdaad... Die 800 bladzijden gelezen. En eigenlijk vonden we dat het niet genoeg geargumenteerd was wat de impact was op de natuurgebieden in SBZ in de buurt. Hè. 800 bladzijden en toch niet genoeg geargumenteerd. Ja, dat is natuurlijk niet onlogisch, want daar verdringt heel veel informatie in die 800 bladzijden. Maar hadden eigenlijk de informatie die we echt nodig hadden, stond er niet in. Dus we hebben eigenlijk een bijsturing gevraagd daarvan. Men heeft dat dan verder bekeken en in de diepte beschreven. En op basis daarvan hebben wij dan onder voorwaarden wel een gunstig advies kunnen vinden. En daarop heeft dan ook uw voogdijminister natuurlijk, zoals Demir, een voorwaardelijke vergunning ook gegeven. Ja. En dan is dat
een kader, een decreet is dan wel nodig, want anders, ja, hoor ik ook vanuit de oppositie zeggen, van Groen bijvoorbeeld, die zeggen van ja, zonder kader is die vergunning van Ineos waardeloos natuurlijk. Hè? Ja, dat gaan we moeten bezien. Wij doen 16.000 adviesdossiers op een jaar. Dat 16.000? Ja, dat zijn er gigantisch veel. Dus hoeveel zijn is er dat er maar dag? Één van. Ja. Hè? Ja. Dus als je gaat kijken, ja, dan zie je dat we een gigantische berg aan het creëren zijn van problemen als we hier geen oplossing of geen kader voor hebben. Ja. Dus voor Ineos kunnen wij is dat een groot dossier en wordt dat met argusogen bekeken, ja. Maar er zijn zoveel andere dossiers, zoveel andere waar dat op een helemaal andere manier gebeurt. Ja, natuurlijk. En Ineos is inderdaad een hele groot en ook een hele symbolische speler, maar u zegt zelf 16.000. Kan u dat bolwerken met uw 800 mensen? Ja, dat is een van de uitdagingen waar we voor staan. Ja, dat is toch per dag ongelooflijk. Dat is gigantisch. Dat gaat natuurlijk van kapmachtingen tot, hè, maar daar geven wij allemaal advies over. Hè. Dus ja, wij hebben heel wat adviseurs zitten. Hè. Wij lopen niet alleen buiten. Natuurlijk. Ja. Nu, om even terug naar Ineos te gaan, dat ligt er natuurlijk in de Antwerpse haven. Ja, en ook met heel die stikstofdiscussie, dat is natuurlijk letterlijk grensoverschrijdend. Mm-hmm. Hè, want we krijgen dan aan de andere kant van de grens, wat is het daar, de Brabantse Wal, dat natuurgebied, waarvan de mensen dan zeggen, oeh, dat gaat naar hier komen. Ja. Omgekeerd komt er ook stikstof van Nederland naar hier. Absoluut. Dat stopt niet aan de grens. Hoe kunnen we dat eigenlijk fatsoenlijk meten en tegenhouden? Ja, monitoring is één ding, denk ik. Dus er zijn plannen die opgezet worden om rond die monitoring een aantal dingen in gang te gaan steken. Maar de dialoog met Nederland is ook gaande. Ik heb begrepen dat onze minister ook met Nederland wel een aantal dingen zal bespreken om te zien hoe we er naar de toekomst mee om moeten gaan. Want inderdaad, we gaan op elkaar moeten afstemmen. Ja. Dus we kunnen niet los van elkaar blijven. Ja. Want dat is natuurlijk niet onbelangrijk voor u ook als organisatie. Dat is een robuust wettelijk kader, hè, zoals iedereen dat zegt. Ja. Niet alleen voor boeren, bedrijven, et cetera. Want ja, als dit decreet, wellicht wordt het naar het grondwettelijk hof gestuurd, als het wordt vernietigd, dan zijn we terug naar af, hè. Dat klopt. Ik denk dat ik heb begrepen dat ook wel wat tijd zal vragen, vooral dat die uitspraak er is. Dus ik denk dat de volgende legislatuur zal sowieso er werk moeten gemaakt worden van hoe dat we omgaan met dat vergunningenbeleid. Ik denk dat dat heel duidelijk is en dat dat ook wel op tafel ligt. Maar maakt dat uw werk dan ook niet bijzonder moeilijk? Want als dan dat decreet vernietigd wordt, is het weer wachten op een nieuw wettelijk kader. En dan dreigt, klopt dat dan? Dan dreigt de volledige stilstand. Als er geen kader is, ja. Maar ik neem aan dat als men aanvoelt dat het niet de juiste richting uitgaat, dat er ondertussen al wetgevende initiatieven zullen genomen worden in tussentijd, in de volgende legislatuur, dan om een aantal stappen te kunnen zetten. Want dat kader, dat is natuurlijk juridisch labwerk toch cruciaal, wel, hè? Ja, dat is aan de volgende, politiek om te beslissen hoe ze daarmee omgaan. Voor ons is het duidelijk, wij hebben een kader nodig. Ik denk dat de politiek dat ook beseft. Ik denk dat de politiek daarom vandaag ook een stukje zijn nek uitgestoken heeft met een voorstel wat er daar ligt. En dan is nu te zien hoe dat verder loopt. Ja. En dan is het aan de volgende legislatuur, de volgende regering. Maar goed, daar kunnen we moeilijk op dit moment uitspraken over doen natuurlijk. Hè. U zegt het zelf, een van uw belangrijkste taken is niet alleen die vergunningen voor de grote dossiers, maar ook de kleine dingen. En dan kwamen we al over de soorten. En dat is ook zoiets waar veel mensen het moeilijk mee hebben. Ik kijk hier, waar bent u mee bezig? Met vleermuizen, met wolven, met everzwijnen, met bijen. Allemaal dingen waarvan ik denk, boe, weg. Maar het zijn niet allemaal dingen die weg moeten, denk ik. Allee, denk dat bedoel, niet in mijn tuin, bij wijze van spreken. Maar een wolf wil ik ook niet in mijn tuin krijgen. Maar een bijtje misschien wel. Maar, voilà. Ik denk dat... we hebben een aantal wettelijke soorten die we moeten beschermen. Dat artikel zegt, moeten we die wolf wel beschermen? Ja, dan nee. Ja, allee, voor ons is er geen... is het duidelijk. Hè? Er is een richtlijn om dat te doen, dus we zullen dat doen. Daarnaast is het natuurlijk voor de natuur niet onbelangrijk, de wolf. Hè? De wolf is een toppredator en die zorgt ervoor dat er een stuk evenwicht gecreëerd kan worden. Hè? Daarnaast zorgt hij ook voordat er aaseters in zijn zog mee kunnen komen, want hij laat heel wat prooien liggen. Hij loopt nogal eens achter de reeën enzovoort, waardoor dat de overbegrazing, die dat er vandaag wel wat een probleem is in sommige gebieden, dat die ook tegengehouden wordt. Achter reeën uit de weide van de boer. Het is eigenlijk een hulp voor de boer. Nee, van de boer, maar van de natuur. Ja, dus de overbegrazing van de natuur. Ja. Dus dat heeft een waarde in het ecosysteem. Ik denk dat duidelijk is. Langs de andere kant weten we natuurlijk ook dat dat niet evident is om samen te leven met een wolf. Dat is ook de reden waarom dat we een aantal maatregelen
maatregelen genomen hebben, dat de minister ook gezegd heeft, ja, er zijn subsidies voor wolfwerende maatregelen. Ja, maar toch armen die schaapjes, denkt en iedereen dan, en de herder en de boer die er daar slachtoffer ziet. Maar de bescherming werkt wel. Hè. We hebben gezien dat in 2023 dat er 48% minder vee aangevallen is dan in 2022. Wat dus wil zeggen dat die wolfwerende maatregelen, dat wel werkt. Ja. Dus ja, voor die soorten waar het moeilijk is, moeten wij absoluut zoeken hoe dat we daarmee moeten omgaan. Ja, hetzelfde voor de bever. Hè. De bever, dat is een succesverhaal, maar natuurlijk, ja, daardoor krijg je ondergelopen landbouwzones, krijg je op een bepaald moment ook kans op overstromingen. Ja. Dat is niet niks, dus daar moeten we zeker ook... Dus het is niet zo dat u hier ook lijnrecht tegenover een aantal boeren komt te staan die dan zeggen, ja, maar ja, dit is mijn inkomen, mijn broodwinning en u laat dat allemaal toe en dan moeten wij maar slikken en... Heel eerlijk is hebben we natuurlijk een aantal actiegroepen die tegen de wolf zijn, maar in grote lijnen voelen we dat er ook bij de landbouw geen groot probleem is rond de wolf, omdat we toch wel degelijk ook maatregelen voorzien om het vee te kunnen beschermen. Ja, en dan kom je vaak ook terug. Ik neem nu een ander voorbeeld, de vleermuizen. Mm-hmm. Die kolonies moeten ook beschermd worden, et cetera. Maar ja, ook dat zeggen velen dan, ja, op de duur kunnen we niks meer, want dan wil men ergens iets doen en zeg je, ja, maar ja, daar zit een vleermuizenkolonie. Ja. Of een festivalletje in de buurt en nog armen, we gaan die vleermuizen s'nachts toch niet wakker maken, want ook, trek ik het nu op flessen? Een beetje wel. Ik denk dat het niet overal... een probleem is, maar we hebben natuurlijk een aantal soorten die dat we willen beschermen. En dan is het aan ons om dat te doen. Ik denk dat wij moeten zeggen van oké, dat is het advies wat het beste is voor de natuur. Dat wil niet zeggen dat een lokaal bestuur daar niet een beslissing kan nemen. Op een bepaald moment brengt je een aantal dingen in afweging en zeg je oké, ik heb hier mobiliteit, ik heb hier natuur, ik heb hier een aantal andere functies. En dan neemt je als vergunningverlening de beslissing, op dit moment is mobiliteit belangrijker en dan zal dat fietspad er wel komen. Ja. Zij het dan misschien met vleermuisvriendelijke verlichting. Dus wij zijn niet altijd de stop op het verhaal, maar natuurlijk is het wel aan ons om te zeggen van kijk, wat betreft natuur is dat niet de beste stap. Maar het is wel een rem af en toe. Ik denk aan de luchthaven van Deurne, die we beide vanuit onze eigen woonplaats goed kennen, waar op een zeker ogenblik ook wel de vleermuizenkolonie in het fort dat erachter ligt. Eigenlijk de drempel was om te zeggen, nee, we gaan niet meer uitbreiden, dat kan gewoon niet. En dan zeggen velen, ja, kom maar jongens. Waar zijn we mee bezig? Ja, maar dan, laat ons eerlijk zijn, dan is het niet alleen die vleermuis die op dat moment een rol speelt. Dan is de vleermuis natuurlijk de aanleiding om dat verhaal te kunnen brengen. Een handig middeltje. Ja, ik denk dat we daar toch ook een stukje eerlijk moeten in zijn. Dat dat niet altijd de stop is. Maar ja, natuurlijk, het is aan ons agentschap om aan te geven, dat zijn de grenzen. Mm-hmm. Als we die soorten willen beschermen, dat is ook onze plicht. Ja, natuurlijk. Ander thema, de herbebossing van Vlaanderen. Er is ook al vele decennia over gepraat. Ook dat... komt niet echt van de grond, heb ik de indruk. Komen er nu echt bossen bij? Er komen zeker en vast bossen bij. Dus ik maar denk de verdwijnen dat... er ook, hè? Ja, de verdwijnen er ook. En dat is natuurlijk de moeilijkheid van het verhaal. Als we vandaag bossen toelaten om te laten verdwijnen, heeft het meestal te maken omdat het niet op een natuurbestemming zit. Ja. Dus als het vandaag woonuitbreiding is, of als het vandaag industriegebied is, ja, dan is het niet aan ons om te zeggen dat bos daar niet kan verdwijnen. Tenzij dat natuurlijk een belangrijk bos is. Maar je hebt dan toch heel vaak ook tegenstelling met lokale bewegingen, natuurbewegingen, om te zeggen, een braakliggend terrein waar dan niks aan gebeurt, waar spontaan een bos op groeit, dan wil men dat saneren, dat bos wordt gekapt en dan is het moord en brand, terwijl het eigenlijk geen echt bos is. Hè. Ja, klopt. Ik denk natuurlijk, er zijn ook gevallen geweest waar dat de verraderingsbossen in de verdrukking kwamen. Dat is een ander verhaal. Hè? Maar als het opgeschoten bos is, dan is het eigenlijk maar na 10 jaar dat het effectief als bos bekeken erkend wordt. Hè? Tien jaar nodig om als bos erkend te worden. Ja. Dus die tussentijd is er wel. Maar ja, ik wil toch ook zeker zeggen dat we wel aan het investeren zijn. We hebben wel heel wat aan het bij... planten zijn en aan het aankopen zijn. Alleen al wij zullen onze taakstelling halen van de 1000 hectare in deze legislatuur. De natuurverenigingen komen aan 750 hectare aan het einde van de legislatuur. En we hebben... werkt vaak samen met Natuurpunt, denk ik, die veel van het onderhoud op zich neemt. Dat is toch waar? Dat klopt. Hè. Dus ik denk dat naast ons is Natuurpunt de grootste terreinbeherende vereniging. Samen met de lokale besturen. Hè, want ook zij mochten tot einde vorig jaar heel wat dossiers indienen. Alleen we hebben dossiers binnengekregen voor 9,4 miljoen. Hè. Dus dat is een gigantische uitbreiding. Wat dat er gaat komen, specifiek voor bosuitbreiding. Ja, natuurlijk. Nu, dan zie je natuurlijk heel de kwestie van de bomenkap natuurlijk. Ik zei het net, het lijkt nu gemakkelijk als er ergens bomen in de weg staan. We doen die weg en we planten daar dan een paar honderd meter verder een ander bos, maar dat lijkt zo...
krakkemikkig allemaal. Ja, ja. Ja, ik denk dat op de ene plaats kan het wel, op de andere plaats kan het niet. Ik denk dat dat echt dossier per dossier ook bij ons bekeken wordt. Dus daar zijn geen evidenties wat dat betreft om zomaar bomen te laten verdwijnen. Onze minister heeft ook gevraagd om elk dossier wat dat betreft om te draaien en geen enkele boom te veel te laten kappen. Dus wij doen dat ook op die manier. Ja, natuurlijk, sommige ontwikkelingen kun je moeilijk in de weg staan en dan zijn er compromissen mogelijk. Hè. En dan is compensatie wel een van de belangrijkste dingen. Hè. Als we hier kijken naar de Brusselse ring bijvoorbeeld, ja, dat is, maatschappelijk is dat belangrijk dat er daarin geïnvesteerd wordt. Ja, dan wordt er natuurlijk ruimte gecreëerd om wel compensatie te kunnen doen. Hè. Nu je over Brussel spreekt, de luchthaven van Zaventem botst dan op een of ander bosje in de buurt en dat zou dan de oorzaak kunnen zijn om niks niet meer te kunnen doen. Ja, ik denk dat het genuanceerder is het verhaal rond de luchthaven. Dus we gaan ook daar wel zien wat dat er binnenkomt. Want die bossen, die bomen zijn natuurlijk belangrijk. Ook voor het klimaat, laten we het daar eens over hebben. Natuur en bos en het klimaat. Ja, we hebben het gezien. De twee elementen, hè. Overstromingen en geweldige droogte. En ja, wat kan u daaraan doen? Ja, ik denk dat de natuurgebaseerde oplossingen dat die belangrijk zijn. Als we kijken naar de overstromingsgebieden, als je kijkt naar de IJzer, ja, er heeft landbouwgebied onder water gestaan, maar er heeft ook heel ons natuurgebied heeft onder water gestaan. Al onze domeinen hebben daar onder water gestaan. En hebben ook schade geleden, met andere woorden. Absoluut, hè, want de vervuiling die in het water zit, die zit nu in de natuurgebieden. Hè. Je moet daar geen tekening van maken. Ja. Dat is even goed voor de landbouw. Hè. Ja. Dus dat is, proper water in Vlaanderen, dat is nog een heel andere discussie natuurlijk. Ja. Dus dat klopt, maar ik denk wel dat het belangrijk is dat we daar blijven op inzetten. Hè. Dat is ook een van de redenen waarom dat we daar meer aankopen doen. Hè. We zijn nu ook in de Dendervallei, zijn we ook een aantal dingen aan het bekijken. Hè. Daar kunnen wij wel oplossingen bieden. Het andere is het meer meanderen en het opnieuw ruimte geven aan die rivieren. Het is absoluut geen oplossing om ze gaan recht te trekken en ervoor te zorgen dat het nog gaat. Dat was natuurlijk het ding van het verleden. En ook hier kom je dan vaak weer in botsing met de landbouw, die natuurlijk, hun weide, je moet een stukken opgeven natuurlijk daarvoor. Hè. Ja, ik denk dat we ook daar naar oplossingen moeten kunnen zoeken. En dat we eigenlijk wel kunnen zien van oké, in hoogste nood kan het misschien wel in andere momenten niet. Maar dan hebben we ook andere oplossingen nodig en moeten we zeker ook andere gebieden hebben. Dus wij zijn echt van de partij om wel wat meer te investeren rond die rivieren. De rivieren moeten wat meanderen en het beleid moet af en toe ook meanderen om een oplossing te vinden, denk ik dan. Hè. Kijk naar ook de plannen van mevrouw Demir enzovoorts. Met het waterbeheer, de bouwstop, de betonstop. Maar deze legislatuur hebben we daar niet veel van gezien. Goh, langs aan de kant is er wel gigantisch veel geïnvesteerd in Blue Deal-projecten. Dus als je gaat kijken hoeveel projecten dat wij gedaan hebben, waar we echt terug ruimte gegeven hebben aan de natuur. Ik denk aan de grote neten. We hebben echt een aantal Sigma ook, waar dat ook gigantisch in geïnvesteerd is. Dus er zijn wel degelijk heel wat grote en kleine projecten die er zijn om terug ruimte te geven voor water. Ja. En er terug... zowel de verdroging als de overstroming stukje te kunnen gaan helpen. Hè. Allee, als we gaan kijken naar veenherstel, wat dat aan het doen zijn bijvoorbeeld, dat kunnen we alleen maar doen als we daar terug ons pijlbeheer zo beter krijgen. Ja. Dus er zijn wel echt een aantal projecten die... Maar gaan we er denk ik voldoende in slagen, want heel die onthardingspolitiek, dat stuit natuurlijk vaak op de bouwsector, hè, de bouwpromotoren die overal nog... We kunnen in Vlaanderen niet meer overal bouwen wat we willen doen en hoe we het willen doen. En de vergunningen die vroeger zomaar werden uitgestrooid, die tijd is toch wel definitief voorbij, denk ik. Ja, ik denk dat ook niemand vraagt aan de partij is om Vlaanderen nog verder te gaan versnippen. Ja, vragen die zijn aan een aantal gemeentebesturen daar. Ja, natuurlijk, maar als je dat bekijkt vanuit een maatschappelijk verhaal, dan denk ik dat het toch duidelijk is dat we in die multifunctionaliteit elk zijn ding moeten kunnen laten doen en dat we wel op de grenzen aanlopen van hetgeen wat er vandaag is. Dus ruimtelijk zitten we voor een aantal uitdagingen naar de toekomst, dat klopt. Maar moeten we daarom al wat dat iedereen wil zomaar goedkeuren? Dat denk ik niet. Ik denk dat we echt een goed ruimtelijk beleid nodig hebben voor Vlaanderen. Dus u bekijkt het aan het eind van het verhaal eigenlijk wel positief. Want er hangt zo'n doembeeld over, dat gaat nooit lukken met die klimaatopwarming enzovoorts. En we doen daar iets, we doen daar iets. En dat, het is allemaal... De kleine piecemeal engineering. Voor mij is het glas altijd half vol. Heel eerlijk. Hè. Dus ik denk dat we zijn dingen aan het doen. We moeten natuurlijk nog meer doen. En we moeten zeker nog een aantal elementen daaraan toevoegen om nog stappen vooruit te zetten. Maar dat wil niet zeggen dat wat we vandaag doen, dat we dat al niet goed doen. En dat we al geen stappen zetten. Ja. Er wordt geïnvesteerd in aankopen, in projecten. We zijn met beheer bezig. We zijn echt wel stappen aan het zetten. Dus laat ons alsjeblieft op die weg vooral voortgaan. En hopen dat we daar nog een aantal dingen kunnen bijdoen. Dus geen doemdenken.
Ik ben nooit een doemdenker geweest en ik zal er ook nooit worden. En dat is een van de meest... dat vind ik een van de belangrijkste dingen als leidend ambtenaar van het agentschap. Dat is dat we er samen in blijven geloven. Want als wij er niet meer in geloven, dan gaat het nergens. Oké, en dan ga ik de vergelijking maar niet maken met de stroper die de boswachter wordt. Want u bent nu de grote baas van de boswachters. Maar over boswachters gesproken, u moet nu samenwerken met mevrouw Demir. N-VA, loopt dat goed? Heel eerlijk, ja. Wij vinden elkaar als het nodig is. En ik denk dat wij heel blij zijn dat we een minister hebben die vooruit wil en die op tafel komt. Ja, want ze zeggen vaak, dit is na lange tijd de eerste echte groene minister die we nog in jaren gehad hebben. Ja, het is daarom. Dus wij kunnen ons op dit moment... kussen wij onze twee polletjes, zoals ze dat dan zeggen. Want er is nooit zoveel geïnvesteerd als de laatste legislatuur in natuur. En als je gaat kijken, wij zaten in 2018, draaiden wij op 95 miljoen, vandaag op 234 miljoen. Wat een gigantische stap die er daar gezet geweest is, die dat geïnvesteerd is geweest in natuur. En wat dan onze mensen daar ook hebben gedraaid aan projecten en aan aankopen, dat is gigantisch. Ja. Dus ik ga je weer een politieke vraag stellen. Dus samenwerking tussen, laten we zeggen, groene mensen en N-VA, dat lukt. Ja, u hebt het in uw eigen gemeente trouwens gedaan met Koen Metsu, die toen N-VA-burgemeester was. Dus het kan blijkbaar. Het kan zeker en vast. Want vele twijfelen er hier in het parlement natuurlijk aan. Als er iets is wat we moeten doen, dan is het samen. En dat is de win-win zoeken. Hè. En we hebben allemaal iets te winnen. We moeten alleen goed de juiste winst definiëren. En dan is er absoluut een verhaal samen te schrijven. Ja. Er is een verhaal samen te schrijven en dat verhaal hebben we met veel dankbaarheid aan gehoord van u. Bedankt voor het gesprek en ik zou zeggen, trek uw laarzen maar aan en ga maar kijken waar het in Vlaanderen nog allemaal nodig is om nog wat bij te sturen. Dank je wel. Dank je wel, Goedele van der Spiegel. Dank u.